Yo guys, Gletje hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we verder met Outlast. Ik heb er echt geen zin in, omdat het 11:30 s'nachts is. Mijn ma is niet thuis. En mijn zus is uitgegaan, dus dat betekent dat ik alleen thuis ben. En het is 11:30 s'nachts. Die is zo dom. Maar, just do it. Het was wel een tof eind. Ah ja, tof einde, hoe moet je dat zeggen? Ik keek uit naar het vervolg, zal ik het zo zeggen. Oké, we worden wakker. Seems legit. Ik heb er eigenlijk wel spijt van, als ik eerlijk mag zijn. Oké. Het is een isoleercel of zo. Ah, en onze camera natuurlijk. Kunnen we eruit? Nee? Man. What the fuck? Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Oh. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Ah, zullen mij vermoorden? Ja, waarom niet? Start. There's an idea. Such patience. I want his tongue and liver. They are yours. Oh, het is aan het zeven. Dat is niet goed. Oh nee, ik ben zo bang. Ik ben alleen thuis. Dit is echt niet tof. Dit is echt niet chill. Hier heb ik zo geen zin in. Deze gast heeft hetzelfde probleem als mij. Kijk, dat sla je kop nog eens tegen de muur. Dat was grappig. Mooi man. Maar nou, waar moet ik even serieus? Ja, maar nou, waar moet ik dan? Ik kan serieus nergens in of door of wat fuck dan ook. Volgens mij kan ik langs hier er wel uit. Ja. Ga er door. Oh man. Yo. Ha, ik was niet zo hard verschoten. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn. Ik heb niks gedaan, domme kut. Shut the fuck up. Ah, nu staan die er niet meer. Ja, die twee sexy mannen die ons lekker koud. Nee, wacht, was het? Traag en snel wouden. Nee, traag wouden vermoorden. Waren eerst daar daarnet. Die waren naar hier toe gegaan. Dat is echt niet slim om. Kunt je eigenlijk gewoon 7 exit, oké. Ja, nog zo'n autist, man. Bloedtrails zoeken naar de exit. Ja, nice. Echt. Nice. Ik ben zo verschrikkelijk bang. Echt waar. Ah. Oh, saving, dat is niet goed. Al ja, eindelijk zal het spel wordt opslagen. Ja, iemand zei ook in de comments, ja, misschien moet je wat. Misschien moet je wat, moet je dat zeggen, actiever spreken of ja, beter, maar tijdens Outlast ben ik te bang om dat te doen, dus ja, just saying. Dit is fucking raar geluiden in mijn kamer, serieus man. Yo. Het is noise aan het zeven. Ja, we weten allemaal, als we hier naar beneden gaan, dat de hel gaat beginnen. Ik ga hier naar beneden. Oh. Ik kan eens kijken wat dat is. Ja. Hallo? Zeg jij een vriend? Zeg jij een vriend? Ja of nee? Ah, hij ziet er niet zo vriendelijk uit. Dag. Ja, doei. Niet bewegen, hè. Blijf daar staan, hè. Dank u. En ook niet backrape, want dat is niet grappig, hè, man. Ja, doei. Ah, batterij. Ja, die kan ik eigenlijk wel gebruiken, hè. Waarom zijn er allemaal vliegen? Ah, nee, dat is een elektriek. Oké. Okay. Hey. Doei, vriend. Een oud vriend, hè. Ja, we zijn oud vrienden. Ja, toch. Oh, man. Ah, ik haat dit spel. Echt waar. Mooi. Kijk.
We can talk about it, you know. Hey, help me, ik ben mijn vriend toch? Wacht, ik heb een idee. Kijk, hè. Doei. Auw. Maar je slaat hard, die mogels, hè. Hey, ik ben mijn vriend, help me dan. Goeie vrienden, hè. Maar, ah, domme kut, mogol. Stop met me achter te volgen. Mijn vrienden heb ik veel, zeg. Ah, waar zou ik moeten dan? Ja, het moet wel nog een beetje eerlijk blijven, hè. Hier, in een locker. Fuck you. Ik heb hem gebukt, dik mogol. Ziet je mij? Ja, hij ziet mij. Godverdomme. Help mij dan. Waar dient je dat vrienden voor zijn? Hebben ze dat nooit geleerd in deze psychiater of zo? Ah, eindelijk. Voor degenen die het zouden weten, ik zat zo 5 minuten rondlopen. Ja, dat duurde nog een tijd voordat we die hadden afgeschud. Godverdomme. Ik ben echt alleen thuis en dit is echt eng. Oké, we gaan in de achtervolging. Is daar een batterie? Nee. Dat is een prank. Jongen, ah, domme mongool. Hoe kan ik deze dan doen? Help me dan. Oh, parcours. Moet ik dood of zo? Auw. Ja, die wil dus dat ik dood ben. Ah, man. Die is echt eng als hij achterloopt. Jezus. Maar dat is ook, het is ook een eng spel, Wouter. No shit, Sherlock. In deze cel inlopen. Ah, oké. Okay. Daar zijn we vanaf, hoop ik. Hey, weet jij hoe we verder moeten? Ja, mensen, ik ga eens offscreen opzoeken hoe je moet verder raken. Ik denk toch wel dat we deze video toch wel een mooi stukje zijn verder geraakt. Dus vond je deze video leuk, vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer, ik zie je de volgende keer en dan volgende keer meer Outlast. Tot dan. En ik wens je nog een fijne dag of zo. Doei.